Welkom bij deze video waarin ik je de toonladder van Des majeur op de piano wil leren spelen. Mijn naam is Tania van Leer Piano Spelen Online en graag help ik jou om op een leuke manier piano te leren spelen. De toonladder van Des majeur heeft 5 mollen. Dat zijn de Bes, de Es, de As, de Des en de Ges. En zeg ze in de goede volgorde, hè? Dus begin bij de Bes en dan de Es, de As, de Des en de Ges. Dus je ziet, alle 5 de zwarte toetsen worden in deze toonladder gebruikt. Dat betekent dat de F en de C, die zijn gewoon. Maar alle andere tonen hebben een mol ervoor. Ik laat je nu eventjes horen welke tonen er in de toonladder van Des zitten. Nou, dan beginnen we natuurlijk met de Des, de S, de F, Ges, As, Bes, de C en de Des. En dat zijn de tonen uit de toonladder van Des majeur. Nou, dan ga ik het nu even laten horen en zien hoe je het met je rechterhand speelt en welke vingers je daarbij gebruikt. Ik begin met mijn tweede vinger op de Des en de derde vinger op de S. Dus de 2 en de 3. Dan gaat mijn duim eronder door naar de F. 2, 3, de 4, duim eronder door naar de C en de 2 naar de D. En weer terug, de duim, de 4, 3, 2, duim de F, de 3, S en de 2 naar de Des. Nou, dan gaan we hem nu over 2 octaven doen. Dan begin ik ook met mijn tweede vinger op de Des. 2, 3, de duim eronder door naar de F. 2, 3, 4, duim naar de C. 2, 3, duim naar de F. 2, 3, 4, duim eronder door naar de C en de Des. En weer terug naar beneden, de duim, de vierde vinger eroverheen, 3, de 2, de duim op de F, 3, 2, duim naar de C, 4 eroverheen naar de Bes, 3, 2, duim op de F, 3 op de S en de 2 op de Des. En dat was hem voor de rechterhand. Dan gaan we nu naar de linkerhand. En dan begin ik ook op de Des natuurlijk met de derde vinger. 2 en nou de duim op de F. Dan gaat de 4 naar de Ges. 3. De 2. De duim. En de 3 naar de Des. En weer de duim. 2. 3. De 4. Duim naar de F. 2 naar de S en de 3 op de Des. En nou ga ik hem over 2 octaven spelen. Begin ik ook met de 3 op de Des. 3, 2, 1. Dan gaat de 4 eroverheen naar de Ges. 3, 2. Naar de Des.
sorry, 2, de duim op de F, de 4 eroverheen, 3, 2, de duim en tot slot de des met de tweede vinger. En weer terug, de duim, 2, 3, 4, duim eronder door naar de F, 2, 3, duim eronder door naar de C, 2, 3, 4, duim F, 2, en de 3 op de des. En dat was de toonladder van des majeur. En dat was het tevens voor deze video. Ik hoop dat je er weer veel van geleerd hebt, dat je de toonladder van des nu lekker zelf kunt gaan oefenen. En ik wens je natuurlijk heel veel plezier ermee en met het pianospelen. En ik hoop je bij een volgende video weer terug te zien.